kan zorgen. Wietske doet dit voor onze groep, voor Verbinding voor Vrijheid. En zij heeft ook een toilet bij zich voor mensen die een toilet nodig hebben. Maar zij zorgt ook voor een hapje en een drankje. Dat is in principe gewoon kosteloos. Dat gebeurt vanuit onze groep. Wil je toch iets voor haar achterlaten, dan heeft zij een oranje spaarpot op tafel staan. Of je kan digitaal betalen via een QR-code. Dus dat was alvast eventjes een huishoudelijke mededeling. Zodat om 3 uur, als wij hier weg zouden moeten, iedereen gewoon wat te eten heeft gehad. Dus ga even langs bij Wietske. Zij zorgt altijd heel erg goed voor ons allemaal. Werkt altijd goed, zo'n politiegeluid. Vandaag staan we voor de 6e keer hier bij elkaar in Hellevoetsluis. En ik wil iedereen bedanken die helemaal hier naartoe is gekomen vandaag. En iedere keer worden het toch steeds weer een paar meer. Vandaag is het ook een jaar geleden, op 27 februari 2020, dat de eerste coronapatiënt een feit was in Nederland. Wij weten nu dat dit virus er al sinds de jaren 60 is, maar toen wist nog niet iedereen dat. Met de beelden van mensen die op straat omvielen in China en verschrikkelijke beelden uit Italië werd de angst hier gecreëerd. Inmiddels weten we ook dat hier een beginnerscursus Photoshop aan het werk was en ik denk dat ze er niet eens voor geslaagd zijn. Vanochtend stond zelfs op de NOS dat het niet meer weg zou gaan. Maar ja, dat zeggen wij ook al een jaar. Ik ben geen virusontkenner, want ja, er heerst een virus waar mensen ziek van worden, doodgaan of ernstige schade aan overhouden. En afgelopen jaar was het misschien erger dan de jaren ervoor. Maar het is zeker geen A-status waardig virus zoals ebola of HIV, waardoor het gerechtigd is om deze onmenselijke en buitenproportionele maatregelen te nemen. Daarnaast beschermen deze onmenselijke maatregelen onze kwetsbaren helemaal niet en dragen zij ook zeker niet bij aan de volksgezondheid, integendeel zelfs. Nu weten wij dat allemaal al, want anders stond je niet hier, dus ik ga het daar verder niet meer over hebben. Maar waar ik het wel over wil hebben is verbinden. Een vraag die ik heel vaak krijg is, heeft demonstreren wel zin? Ik ben begonnen met mezelf uitspreken en te schrijven over mijn gevoel en over mijn vragen. Maar ik wilde meer doen. Het begon met een idee bij mezelf voor een bloemenlegactie bij het gemeentehuis. Op 30 mei was er een demonstratie in Den Haag waar ik eigenlijk ook wel bij wilde zijn. Maar ik durfde toen nog niet. Ik was nog nooit op een demonstratie geweest en had een paar keer met de livestream meegekeken waar ook iedere keer al een politieovermacht bij was. Toen maar 30 demonstranten meedoen, want ja, we zaten midden in de eerste lockdown en waarom zou ik dat dan zijn? Ik had ook geen idee hoe het werkte en het waren vooral praktische dingen, zoals waar is het dan, waar moet je parkeren, ik ken niemand die met me mee wil en misschien herkennen sommigen van jullie dat ook wel. Maar ik wilde wel iets doen en dus ging ik op 30 mei bloemen leggen bij het gemeentehuis hier in Hellevoetsluis. En er was nog iemand die dat deed. Nu weet ik van mijn bedrijf iets over social media en ik had al wel wat vaker gepost wat goed gedeeld was. Dus ik heb het ook voor deze actie gedaan. En ik was niet de enige. Ik postte iedere dag een bericht op Facebook dat ik bloemen ging leggen. Samen met Marinja, en ik weet niet of ze er is, volgens mij niet, gingen wij om 11 uur naar het stadhuis. En daar was ook lokale media bij. En tot mijn verrassing waren er nog meer mensen met bloemen en een aantal zijn er vandaag ook weer bij. Wij legden deze bloemen voor het oude gemeentehuis met een brief erbij waarom we dit deden. Ik had de verborgen slachtoffers benoemd en het eindigde met het middel is erger dan de kwaal. Later op de dag bleken er nog steeds meer bloemen bijgelegd te zijn door andere mensen die de actie hadden gezien. Foto's verschenen ook op social media en ook in andere steden werden bloemen neergelegd. Dat was heel erg bijzonder om te zien. 21 juni was er weer een demonstratie in Den Haag en eindelijk durfde ik om naar Den Haag te gaan, al was dat alleen maar omdat mijn 70-jarige buurman Peter met me meeging en uiteindelijk gingen we met 4 auto's vol vanuit Hellevoetsluis weg. Het was een hele mooie vreedzame bijeenkomst van gelijkgestemden, te midden van een politieovermacht die het gevoel gaf dat je in een oorlogsgebied was. Ik wist niet dat Nederland zoveel politie en ME had. Maar helaas werd die overmacht ook nog ingezet tegen vreedzame, kritische inwoners. En voor mij was dit een extra bevestiging dat er meer aan de hand was en het maakte me alleen maar strijdbaarder.
schreef schrijven en naar demo's gaan en werd gevraagd om te spreken. Doodeng natuurlijk, maar hard nodig, dus toch dat podium maar op. Ik ben ook gaan livestreamen, zodat mensen thuis konden zien wat er gebeurt op zo'n demonstratie en hoe de sfeer daar is. Want het woord demonstratie is voor veel mensen heel erg beladen. In oktober wilde ik weer zo'n actie doen bij het gemeentehuis, dus ik plaatste op vrijdagochtend een post op Facebook dat ik, een 50-jarige vrouw, met een spandoek, lees een laken met letters, de volgende morgen, dus op zaterdagochtend, voor een leeg gemeentehuis zou gaan staan. Resultaat, 10:15 op vrijdagavond, politie aan de deur met de vraag of ik de volgende dag zou gaan demonstreren. Nu is het een grondrecht om te demonstreren in Nederland, dus ja, ik ga morgen demonstreren, vertelde ik de agent. Omdat ik het zelf heel bijzonder vond dat de politie hiervoor bij je aan de deur komt, ben ik het ook gaan livestreamen. Resultaat, de volgende dag stond ik er niet alleen, maar er waren veel mensen die er ook bij wilden zijn. En gelukkig ook een aantal mensen zijn nu nog steeds hier. Dus dankjewel politie Rotterdam, want ja, toen vielen we nog onder de veiligheidsregio. Een week later stond ik met Els. Els is degene die bij de paraplu staat en altijd met mij met de spandoeken loopt. Op het plein in Den Haag, waar weer met ons demonstratierecht gesold werd en waarbij de tijden weer werden ingeperkt. Inmiddels een standaard ritueel om demonstraties te ontmoedigen. Tijd, locatie of het aantal deelnemers wijzigen. Zodat mensen die zeggen het waren er iedere keer weer zo weinig. Dat komt gewoon omdat het ons niet gemakkelijk wordt gemaakt. Ter plekke besloten 82 mensen om niet eerder weg te gaan, maar te blijven zitten. En daar zaten Els en ik ook bij. We hebben geen seconde hoeven nadenken of we dat moesten doen. Het voelde gewoon zo. Het voelde ook als een feestje, met elkaar. Met z'n allen in de bus. Het leek net een schoolreisje. We hebben toen een nachtje in Houten in een arrestantencomplex doorgebracht. En echt waar, ook dat overleef je wel. 2 dagen later was ik weer op het plein in Den Haag. We mochten niet op het plein, dus we gingen door de stad lopen. Opgejaagd als opgejaagd vee door de politie Haaglanden. Uiteindelijk zijn we met 60 mensen ingesloten en werden er 3 mensen opgepakt, waaronder ik. Ik was toen ook nog steeds aan het livestreamen en er keken veel mensen mee. En ik heb gemerkt, gele strepen doen het altijd goed op een lijf. Ook nu weer een nachtje cel, alleen dit keer in Den Haag. Inmiddels weet ik ook dat de politie in Nederland helemaal niet goed op de hoogte is van onze grondrechten en de mensenrechten. Dit is ook de reden waarom er steeds meer mensen worden opgepakt waarvan de zaak later geseponeerd wordt. Puur ter intimidatie. En ik heb er nog vaak over nagedacht. Waarom ik? Ze noemden ons kopstukken, maar ik ben geen kopstuk. Ik doe ook alles vanuit mezelf en niet vanuit viruswaarheid. Maar inmiddels begrijp ik het wel. Ik hou namelijk van verbinden. En verbinden is datgene waar zij zo bang voor zijn. Alles is erop gericht dat we niet bij elkaar kunnen komen. Onder het mom van een virus, maar wij weten allemaal dat er niets van klopt. Kijk maar eens in de supermarkten bijvoorbeeld. Demonstraties zijn voor mij puur momenten om te verbinden. Mensen ontmoeten, goede gesprekken met mooie mensen en gelijkgestemden. En echt demonstreren mag sowieso niet in Nederland. Tenminste, niet als je tegen de maatregelen protesteert. Is het voor het klimaat, tegen Zwarte Piet of een Black Lives Matter demonstratie, dan mag het natuurlijk wel. Maar ben je tegen het beleid van het kabinet, dan word je meestal op een achterafveldje weggezet, zodat niemand je ziet. En er wordt van alles aan gedaan om tegen te houden dat er te veel mensen op afkomen. Ook al sta je op het Malieveld waar je met de abnormale afstand van 1,5 meter zelfs nog 10.000 mensen op zou kunnen plaatsen. Maar voor mij is het puur verbinden dus. En gelukkig mag dat in Hellevoetsluis dan wel. Verbinden. Iets wat buiten een demonstratie in 2021 verboden is. Samenkomen of verenigen. Artikel 20 uit de Universele Verklaring van de Rechten voor de Mens is nu gewoon verboden. Artikel 20. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Zelfs in de buitenlucht ben je met meer dan 2 mensen die niet uit hetzelfde gezin komen als strafbaar. Dus kun je het niet anders doen dan een demonstratie organiseren. Of met elkaar gaan koffie drinken op persoonlijke titel. Dat kan dan weer wel. Al moet je er dan een douche van een waterkanon of een knuppel op je hoofd vlak voor het einde voor lief bij nemen. Afgelopen woensdag heeft een groep van 25 bejaarden in Spijkenisse
met elkaar een demonstratie tegen het verdwijnen van de kleur rood op de fietspaden gehouden. Ja. Zij wilden namelijk ook gewoon een koffiemomentje samen. Maar bizar toch? Terwijl wij dat samenkomen zo nodig hebben als sociale wezens. En iedere dag zie ik hoe lastig mensen dat vinden. Zelfs mensen die braaf zo'n niet werkend mondkapje opdragen in de supermarkt en denken dat ze zich voorbeeldig aan de regels houden, zie ik iedere keer weer deze onmenselijke regel vergeten. En gelukkig maar. Kijk naar de schaatsende mensen 2 weken terug en al die mensen in de parken afgelopen week. Ik vond het heerlijk om te zien. Helaas kregen zij ook nu te maken met het spelletje van de handhavers en de media, zoals wij dat iedere keer krijgen. Maar ik hoop dat ze er toch flink van genoten hebben en dat ze zich niet laten afschrikken, maar er vooral van blijven genieten. Verbinding is datgene waar onze machthebbers zo bang voor zijn. Eendracht maakt macht. En dat is waar ze bang voor zijn. De macht die ze nu hebben, die geven ze niet graag uit handen. En macht smaakt nu eenmaal vaak naar meer. Ze willen nog meer macht over de bevolking en dat doen ze door mensen bang te maken. Door angst te creëren. Een virus zo te gebruiken dat mensen niet meer zelf gaan nadenken. En als mensen van het virus zelf niet meer bang zijn, omdat ze in hun omgeving zelf ook wel zien dat het helemaal geen killervirus is, dan komen er nieuwe angstaanjagende varianten. Zolang iedereen maar bang blijft. Maar wij kunnen niet in angst blijven leven. Mensen gaan nu eenmaal dood. Dat hoort bij het leven. We zullen dit moeten accepteren zoals het is. We zullen onszelf als mens moeten versterken en niet zwakker maken. We zullen moeten voorkomen dat het middel erger is dan de kwaal. En dat kunnen wij doen door ons met elkaar te verbinden. En ja, ook met de mensen die nu misschien nog niet kunnen of willen zien wat er aan de hand is. Zodat we samen op kunnen staan. Zodat we samen kunnen zeggen, genoeg is genoeg, tot hier en niet verder. Door steeds weer bij elkaar te komen, wordt de groep steeds groter. En misschien komen we dan nog steeds niet allemaal tegelijk massaal bij elkaar, omdat het niet mag of omdat het ontmoedigd wordt. Toch staan er steeds meer mensen op. Zoals nu de ondernemers die al kopje ondergaan en wel moeten. Hier in Hellevoetsluis hebben wij een hele mooie grote groep gelijkgestemden waar we mooie acties mee doen. Onze groep heet Verbinding voor Vrijheid. Je kunt hem op Facebook vinden of stuur me anders een pb via Facebook. We gaan met elkaar naar demonstraties toe. Helpen elkaar door de moeilijke tijden heen en gaan met elkaar koffie drinken. Afgelopen week zijn er ook bloemen bij zorginstellingen bezorgd per bakfiets, georganiseerd door Helene. Die staat ook daar. En ze werden geweldig leuk ingepakt door de mensen uit onze groep. Het was een feestje voor de bewoners, maar ook voor ons. We stonden met onze welbekende banners ook boven de N57. Maar nu staan we wekelijks op een nog mooiere locatie voor het melkpak hier in Hellevoetsluis. Dinsdag van 4 tot 5:30 staan we er weer en langsrijden met duimpjes en toeteren wordt zeer gewaardeerd. We komen maandelijks bijeen op manifestaties zoals deze en 13 maart en 4 april zijn de volgende meetings. Vandaag hebben we ook de bekende gele demonstratieparaplu's bij ons van de dames van de website degeleplu.nl. Het ligt hier in achter me en El staat er daar ook mee, die kan er ook nog veel meer over vertellen. Dit is het laatste blaadje. Een mooie manier om met de plu te laten zien dat je voor liefde, vrijheid en verbinding bent aan anderen. Er liggen ook nog wat stickers op de tafel. Ik heb hier ook nog wat andere kranten en wat gezond verstand liggen, mocht je dat nog nodig hebben. En we hebben de Proud to be a Wappie stickers die uitgedeeld mogen worden. Maar de dag komt. De dag komt, dan staan we daar met z'n allen. In verbinding met elkaar. Dan ga ik nu nog even mijn disclaimer doen. Omdat de vrijheid van meningsuiting in Nederland zwaar wordt aangetast en wat je zegt tegen je gebruikt kan worden. Dit is mijn mening en niet meer dan dat. Ik wil jullie nogmaals bedanken dat jullie hier zijn. Ik zou zeggen, ga lekker het gesprek met elkaar aan. Knuffel met elkaar. Ga doen waar jullie zo bang voor zijn. Zoek die verbinding. Slag doen, want ze zijn daar naartoe gegaan. De agent uit Hellevoet wist hier niets vanaf. Dus ja, die kennisgeving en hoe
hoe het wel werkte, wisten ze ook niet. Daarna kwam de officier van justitie, want die hebben ze erbij gehaald omdat wij ons hier niet aan houden. En die zei uiteindelijk, oh, jullie staan van 2 tot 4, roep even om dat de afstand gehouden moet worden en dan is het prima. Dus we mogen tot 4 uur gewoon zo blijven staan. Yeah. En ze zijn dus ook lekker weg. Dus, we zijn er op vooruit. We gaan hier allemaal voor 4 uur weg, zodat we het mooi hebben afgerond. Dus ik wil iedereen eigenlijk vragen om langzaam richting huis te gaan. Iedereen bedankt die erbij was. Het was vandaag weer een superleuke middag. 13 maart zijn we hier weer. 13 maart en 4 april. Dus zet hem alvast in je agenda. Dus fijne dag verder nog allemaal. En misschien...